Dit is de rekendoos die we gebruiken in de klas om te rekenen tot 10. Elk blokje telt voor 1. In deze rekendoos liggen 5 blokjes. 5 blokjes van 1 is dus samen 5. Deze blokjes noemen we vanaf nu eenheden. In deze doos liggen dus 5 eenheden. Om verder te kunnen rekenen tot 100 gebruiken we vanaf nu niet meer deze rekendoos. We vervangen ze door losse blokjes van 1. Deze rode blokjes zijn dus de eenheden. Voor kleine getallen kan je die makkelijk tellen. Voor grotere getallen, zoals je hier ziet, is dat een pak moeilijker en gaat het niet zo snel. De blokjes per 10 leggen helpt ons om sneller te kunnen tellen. Kijk maar mee. Nu hebben we alle blokjes op rijtjes van 10 gelegd. Maar ook dit duurt wel even. Daarom wisselen we elk rijtje met 10 losse blokjes in voor 1 groot blok van 10. Dat zijn de gele staafjes die je hier ziet. Die noemen we vanaf nu tientallen. We hebben elk rijtje met 10 losse blokjes nu vervangen door 1 lang blok van 10. Hier zie je dus 3 tientallen liggen. Tel je even mee. 10, 20, 30. Hier ligt dus nu het getal 30. Nog even herhalen. De rode blokjes zijn blokjes van 1. Die noemen we eenheden. Per 10 rode blokjes kan je die vervangen door 1 groot blok van 10. Die is geel. Die noemen we vanaf nu een tiental. In het kort schrijven we die met de hoofdletter T. Hier zie je 3 tientallen. Dat schrijf je zo. 3 tientallen zijn dus eigenlijk 3 rijtjes van 10 eenheden. 3 keer 10 is samen 30. 3 tientallen is dus eigenlijk het getal 30. Hier komen alle tientallen op een rij. 1 tiental is eigenlijk het getal 10. 2 tientallen is samen 20. 3 tientallen, 3 keer 10, is samen 30. 4 tientallen, zeg maar mee, 4 tientallen zijn samen 40. Goed zo. 5 tientallen zijn het getal 50. 6 tientallen 60. Knap gedaan. 7 tientallen wordt dan 70. 8 tientallen is voor jou. Goed, 80. Nog eentje bij. 9 tientallen zijn samen 90. En 10 tientallen zijn samen 100. We doen het wat sneller. 10, 20, 30, nog een tiental bij is 40, dan komt 50, 60, eentje erbij van 10 is 70, na 70 komt 80, na 80 komt 90 en 10 tientallen op een rij zijn samen 100. Nu gaan we ze samen tellen. Doe maar mee. 10, 20, 30, 40, 50, 60,
70, 80, 90, 100. Het is jouw beurt. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Dat heb je supergoed gedaan. Dit was de uitleg over tientallen. Ben je nog niet helemaal mee? Wil je alles graag nog een keer zien of horen? Of alle tientallen nog eens meezeggen? Bekijk dan het filmpje nog een keer.